Voor ons verhaal met de Bourgondiërs moeten we teruggaan tot het einde van de 14e eeuw. En we zitten dan bij hertog Philips de Stoute. Die trouwt met Margaretha van Malen, de erfgename van het graafschap Vlaanderen. En die hertog Philips de Stoute die komt uit een familie van bibliophielen, van boekverzamelaars. Die verzameling wordt dan vader op zoon doorgegeven en die collectie gaat geleidelijk aan groeien. De belangrijkste verzamelaar uit de familie is Philips de Goede geweest. Wij weten dat zijn bibliotheek ongeveer 900 handschriften telde. En de Koninklijke Bibliotheek vandaag is eigenlijk de rechtstreekse erfgenaam van die collectie. Ongeveer 1/3 van de handschriften worden hier nog in de Koninklijke Bibliotheek bewaard. Maar dus die schat die we bewaren, die ligt in kluizen. Die worden slechts zelden uitgehaald. En dus wat wij met het museum willen doen, is die aan een zo groot mogelijk publiek tonen. Dat zijn de Chronique des Hainauts, dus chronieken van Henegouwen. En dus hier zie je dus Philips de Goede. En dus dit is eigenlijk dit boek. Hè? Dus het boek zelf wordt voorgesteld op de miniatuur. Dat vinden we terug in verschillende handschriften, een voorstelling waarbij het boek aan de opdrachtgever wordt aangeboden. Philips de Goede heeft dat handschrift laten maken op het moment waarop hij Henegouwen aan zijn grondgebied heeft toegevoegd. En dus deze miniatuur is dus inderdaad vooral bekend omdat het kan toegeschreven worden aan Rogier van der Weijde en zijn atelier. Dus ook volledig in die traditie van die Vlaamse primitieven. Het is de enige miniatuur die aan Rogier van der Weijde is toegeschreven. Dus andere miniaturen in het handschrift zijn van de hand van andere miniaturisten. Dus je ziet hier, dat is eigenlijk in een heel andere stijl. Dat zijn allemaal taferelen uit dus die geschiedenis van Henegouwen. Of die imaginaire geschiedenis, hè, want er zitten dus ook heel veel verzonnen verhalen bij. Hè. In feite is dit politieke propaganda. Chronieken zijn eigenlijk geschiedverhalen. Nu, daar worden feiten in verteld. Maar daar is ook een groot deel fictie bij. Dus we gaan zien dat de hertogen en koningen dat die gaan proberen om hun stamboom zo ver mogelijk te laten teruggaan. Om dus aan te tonen dat zij de wettige erfgenamen zijn van een of ander gebied. En dus in het geval van de Chronique des Hainauts gaat het dan om Henegouwen. En wat je dus hier ook ziet in de marges, dat zijn de wapenschilden van alle gebieden die op dat moment deel uitmaakten van zijn rijk. De Vlaamse leeuw, de Brabantse leeuw, dat zijn allemaal herkenbare wapenschilden. Het grootste deel van de handschriften uit de Bourgondische libreien is op perkament. Dus wat op zichzelf al een dure materie is. Perkament wordt gemaakt van de huid van kalveren en schapen. In zo'n boek
daar kan een halve kudde of een kudde schapen in gaan. Hè. En je ziet hier ook dat er niet spaarzaam met de marge is omgegaan. Dus iemand die weinig geld heeft, die gaat proberen om, als hij dan al perkament gebruikt, van het blad zoveel mogelijk vol te zetten. Dat was zeker een statussymbool. Als men zegt een gewoon handschrift, dat kan men vergelijken met de kostprijs van een stenen huis ongeveer. Dus toen... En eigenlijk nu nog altijd. En vaak werd ook bij het schrijven en het verluchten gebruik gemaakt van kostbare materialen. Er zijn handschriften in het museum waar men gebruik gemaakt heeft van bladgoud, waar men gebruik gemaakt heeft van lapis lazuli, dus kostbaar gesteente, dat dus een mooie blauwe kleur oplevert, maar dat dus wel ook bijzonder duur is. Dit hier is Engelse productie van rond 1300, maar dus in de 15e eeuw, midden 15e eeuw, zit het dus wel degelijk in die Bourgondische collectie. En dit is het zogenaamde Psalterium van Peterborough, een collectie van de psalmen. Maar je ziet meteen dat dat een heel andere stijl is. Dus hier zit totaal geen perspectief in. Die achtergronden van die miniaturen, dat is... Ja, behangpapieren. Ook die personages, dat zijn geen portretten uiteraard. Dat zijn gestandardiseerde figuren. Het is ook met goudinkt geschreven. Maar dus ook met zeer typische en rijkelijke marges. Wat ook heel interessant is, zijn de figuurtjes in de marge. Omdat die miniaturen zelf, behandelen een aantal standaardthema's. Waar degene die de miniaturen maakte, niet helemaal vrij was. Maar in de marge kon hij dan weer veel meer zijn eigen weg gaan. Die marge dat dient dan als amusement voor degene die het boek dan kreeg. Maar kan eigenlijk ook als maatschappijkritiek dienen soms. Er komen ook thema's voor uit de literatuur bijvoorbeeld. Dit hier bijvoorbeeld, dat is een verwijzing naar Reinaert de Vos. En ja, verwijst naar het tafereel van de vos met de haan, dus met kanten kleren. Dat vinden we in verschillende handschriftjes terug. Zo ook dit hier, ik wou je dat kleine boekje toch even laten zien. Dat is 13e eeuw, dus ook hier de vos. Niet met de haan, maar met de haas. En wat hieraan bijzonder is, is dat is de vos die de haas het credo leert. Tussen zijn poten. Het staat eigenlijk symbool voor, toch heeft een seksuele connotatie. En dat is eigenlijk een tafereel dat enkel voorkomt in de Nederlandse versie van Van den Vos Reinaerde. En wordt door specialisten van Middel-Nederlandse literatuur ook wel gebruikt als een argument om aan te tonen dat er aan het hof ook Nederlands gesproken werd, hè, omdat men veronderstelt dat degene voor wie het handschrift bestemd was, wist waarom die figuurtjes in die marges voorkomen. Maar hier zitten echt wel heel mooie miniatuurtjes in. Dat is dus een achtergrond met bladgoud, heel gedetailleerd. Sommige miniaturen zijn oogverblindend, letterlijk, hè, door bijvoorbeeld het bladgoud dat wordt gebruikt. Maar aan de andere kant vind ik ze eigenlijk toch vooral interessant, omdat zij een spiegel zijn van hun tijd. Dat is eigenlijk de kalender.
Maar wat daar ook interessant aan is, is dat je daar tafereeltjes uit het dagelijks leven in terugvindt. He, dus bijvoorbeeld oktober, dat is het plukken van de druiven. Dat zijn dus hier die manden. Hier, dat is het dorsen van het graan in augustus. Dus de oogst eigenlijk. Hè. Augustus is ook de oogstmaand. Een wintertafereeltje in januari, met dus het vuur dat aan het branden is. Wat ik eigenlijk altijd zo fascinerend vind aan handschriften, ja, het oogt misschien niet zo spectaculair als een schilderij, maar men kan ook de zaken omkeren. In feite kan men zo'n boekje vaak ook beschouwen als een verzameling van 40 schilderijen. En is dus in die zin ook veel rijker, veel boeiender dan een schilderij dat in maar één momentopname weergeeft.